Hey, Bart hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie Speed Video nummer 12. De laatste van alle Speed Video's. In hoog tempo over hoe jij kan werken met die image sequences, kleurbewerking. Een hele belangrijke tip die helemaal niks met techniek te maken heeft. En twee hele toffe geluidsprogramma's waarmee jij je eigen geluidseffecten kan maken. je tekening tot leven in Blender. Echt super tof dat jij vette dingen wil maken in 3D. Ga ervoor. Maar, hier een waarschuwing: blenden leer je niet zomaar even met het kijken van een videootje. Natuurlijk kan je een of andere tutorial precies nadoen, maar aan het eind ben jij dan degene die iets heeft gemaakt? En kan je blenden dan beter? Ik bedoel, gaat er iets anders dan in het tutorial? Kan je het dan ook zelf fixen of er iets, er iets anders van maken of zo? Nou, deze speed video is een soort samenvatting van mijn hele Blender training. Maar ook heb je al ervaring in andere 3D tools en je wilt gewoon even snel weten hoe Blender in elkaar steekt? Deze video is voor jou. Of als je ondanks deze waarschuwing denkt: oh, ik heb geen zin in al die video's kijken en de echt tijd in steken. Pff. Nou, ook prima. Succes met deze speed video. Ik zie je wel terug op mijn site maak -iets Blender. Daar staan alle video's, de Blender-doelopdrachten en het Blender-boek met van elke video een samenvatting op papier. Maar goed, nu die turbo boost aan en gaan. Oké okay, eerst met eventjes over die image sequence. In de vorige speed video hebben we op de knop renderen gedrukt. En mijn animatie daar bestond uit 7300 frames. En die zitten allemaal in één map. En dat zijn ongelooflijk veel plaatjes. Eén frame is één plaatje. En dan zou je denken, wat onhandig, maar eigenlijk zijn ze eigenlijk helemaal niet uh, onhandig. Dat is eigenlijk gewoon uh, super handig. Even als voorbeeld. Ik heb hier een map. En er zitten ontzettend veel plaatjes in van de animatie die ik heb gerenderd. En het is een, uh, mocht je het willen weten, een uh, apparaat. En hier heb je hem. En het apparaat maakt kristallen. Heb ik gemaakt voor een farmaceutisch bedrijf in Brussel. Gewoon een uh, goed betaalde commerciële opdracht. Zie je. Hartstikke vet. <laughs> nou, dat uh, bedrijf wilde een, um, ja, een promofilm voor dit apparaat. En heb ik dus gerenderd in vier keer. Met een hele hoop samples via ship, trouwens nog eens via mijn eigen systeem. Hoe dan ook, um, dit is dus een image sequence. Een heleboel plaatjes achter elkaar. En je zou er helemaal knettergek van worden als je ze een andere naam moet geven. Nou, het kan wel eens een trucje voor. Staat in mijn Blende boek. Als je dat trucje wil weten, hoe je deze toch een andere naam kan geven, met één druk op de knop. Maar gelukkig hoef jij niet plaatje voor plaatje te werken, maar kun je zo'n image sequence. Dus in de gemiddelde professionele videobewerkingsprogramma gewoon erin gooien. Ik zit hier even in een uh, willekeurig uh, <laughs> uh, premiere project van uh, High uh, eight mannetje, andere animaties ik heb gemaakt. Maar om even te laten zien dat je zo'n image sequence gewoon makkelijk kan importeren. Hier heb ik de project bin, doe ik recht klik ik hier op uh, import. En dan ga ik eventjes hier naartoe. Naar die image sequence. Even kijken waar heb ik hem. Daar heb ik hem. En dan doe ik hier het eerste plaatje selecteren. En het grappige is, dan zie ik hier al gelijk het vinkje ontstaan van Import Image Sequence. Dus Premiere Adobe Pro. Die uh, herkent dus gelijk van. Hé, hey, dit zijn allemaal plaatjes hebben allemaal op één volgend nummertje. Het zal wel een image sequence zijn. Dan zeg je, ja, dat klopt. Het is een image sequence. En als ik dan. Die, dan is het niet meer 7300 plaatjes achter elkaar. Maar is het gewoon. Een uh, video geworden, net als elke andere video. Dus dat is wel uh, super uh, handig. En kan ik hier rechtermuisknop muisknop doen en zeg ik hier, nieuw sequence from clip. En dan komt hij hierin te staan en dan kun je deze uh, nog een uh, beetje bewerken, op kleur geluid aan toevoegen en uh, wat je maar wil. Maar dan is het dus een image sequence geïmporteerd in Premiere. Hier zit ik in uh, Resolve van Black Magic. Uh, de gratis versie, uh, heel erg vet. Meer dan genoeg van alles wat je zou willen doen: qua editen en video bewerken als Premiere of jou een beetje te duur is. Of wat je het gewoon een fijn programma vindt. Eén hey, weet ik, Bazel. Um, ik heb hier gewoon verkennen met uh, de map met alle plaatjes. En doe ik eventjes Ctrl A en selecteer ik ze allemaal. En dan doe ik gewoon links klik en sleep. Dan gooi ik ze in mijn tijdlijn en laat ik los. En hoppakee. Uh, al deze plaatjes staan er als video sequence in. En jij kan aan de slag met video bewerken en wat al niet meer. Of als je geen Premiere wil of geen Resolve wil, of wat dan ook. Dan kun je ook eens kiezen voor hitfilm. Uh, de gratis versie van hitfilm is ook helemaal prima. Kun je ook heel erg vet filmen. Ja, een paar effecten moet je voor betalen. Maar over het algemeen kun je heel erg veel met hitfilm. En het is wat makkelijker dan Premiere of Resolve. Nou, hier ook heb ik weer de media bin. Dan doe ik rechtermuisknop import. En dan vind je hier gelijk al de optie Image Sequence. En dan uh, zoek ik eventjes uh, die uh, map op. En dat is dus deze map. En dan doe ik hier op de eerste klikken. En dan zal die automatisch detecteren dat er dus ook nog veel meer plaatjes. Dat het geen plaatjes, maar dus moet gebruikt worden als een video. Een image sequence dus. En die kan je dus in je tijdlijn slepen. En dan zegt hij, hé, hey, deze tijdlijn was uh, HD. Maar ik vind hier uh, 4K video plaatjes. En dan zeg je, Weet je veranderen? Ja hoor. En nu is die opeens uh, 4K geworden. Nou, wat je dus eventjes uh, goed moet bedenken trouwens voor Resolve. Of eh, Premiere, ook voor HitFilm is dat je het aantal frames per seconde goed instelt. Weet je nog, ik heb het gerenderd op 50 frames per seconde. Dus zorg ervoor dat jouw tijdlijn ook op dat juiste FPS staat. Want anders zal die twee keer zo snel of twee keer zo langzaam uh, afspelen. Uh, kun je nog altijd doen. Je kan natuurlijk ook gewoon aan de slag met speed en duration uh, of iets dergelijks um, als je het ene kant op doet, dan kan je dus een heel schokkerig beeld krijgen. Maar je kan het wel altijd versnellen zonder. Nou, anyways, ja, check gewoon FPS settings van je project tijdlijn. Maar op die manier kun je dus image sequences installeren in uh, verschillende video editors. Maar ook in Blender kun je van die image sequence een video maken. Rechtermuisknop hier. Doe ik eventjes horizontal split. Want ik heb een nieuw schermpje nodig. En dat is de video sequencer. Zeg maar de video editor van Blender. Je ziet hier allemaal channels. En dat moet je eigenlijk zien als lagen. Op jouw tijdlijn met Shift A klik je eventjes. Noem Shift A en dan kies ik voor Image and Sequence. En dan dus vind ik hier de map terug met alle plaatjes. Dan kun je A alles even selecteren. En dan kan ik hier zeggen: Start frame, wat die op 0 moet starten. En even kijken wat de laatste frame is. Is frame nummer. Beetje moeite mee. 3110, eindframe 3110. Dan heb ik gelijk mijn start- en eindframe al volgens mij goed ingesteld. En ook het image strip. En hoppakee. Nou, uh, nou, trouwens, hier aan deze kant zie je dus je, je eind, uh, eindframe. Dus die kan ik nog even 3110 zetten. Dus heb ik mijn start- en eind staan nu goed. En ik heb hier dus uh, mijn image strip. Nou, ik zie nog helemaal niks. Uh, dan komt hierbij hier de view type van de sequencer. Kun je zeggen op preview of sequencer en preview. En als ik allebei doe, dan zie je hier dus wel degelijk die video tevoorschijn komen. Nou, hoe maak je er dan een echte video van? Door hem eigenlijk te renderen naar nou, Eevee en Cycles maakt geen bied uit. Maar hier bij output kan je dus ook weer zeggen wat de resolutie is. Start en eindframe. En in, uh, bij, kun je in de map aangeven waar die uh, terecht moet komen. En in plaats van dat je er dan uh, weer plaatjes van zou maken, dat zou echt stomzinnig zijn, maak je er een movie van. Kies voor FFmpeg Video. En dan komt die als MP4 uh, op de plek te staan die jij hebt gespecificeerd hier in de output. En let eventjes op trouwens ook nog op frame rate, Want die stond in een standaard project op 25, 24 frames per seconde. Maar deze had ik in 25 frames per seconde. Dus zorg ervoor dat je frames per seconde ook hier klopt en dan kan je dus op render en dan render animatie klikken en dan heb je op die manier een video gemaakt van je image sequence gewoon in Blender maar heb je helemaal geen zin om het te openen in Premiere, Resolve of Blender? Maar je wil hem gewoon even snel bekijken. En dan kun je de image sequence ook laden in dit programma DJV. Op deze website, link hieronder in de video. En op mijn website, DGV, kun je hem gewoon openen en daar uh, kleuren bekijken. En even wat vectors, scopes of andere technisch ingewikkelde shizzle blizzle. Maar dan kun je het gewoon even snel bekijken zonder dat je het opent in een of de groot programma. DJV, um, heel erg vet. En kijk de video 69 over image sequence. Als je dit programma in actie wil zien. Um, maar nu door naar wat je nou eigenlijk met die video kunt doen in jouw videobewerksprogramma. Nou, natuurlijk, geluid en muziek en uh, wat kleurrijks en effecten en zo. En wat tekst, daar kom ik allemaal zo op. Maar voordat je er allemaal bezig gaat, moet je jezelf eerst de vraag stellen: wat heeft die animatie, hele foute animatie, echt nodig? Um, een hele belangrijke tip is dat je andere ogen naar jouw render laat zien. Kijken, andere ogen die je wel uh, vertrouwt, maar die niet hetzelfde gevoel erbij hebben als dat jij hebt. Want killing your darlings, is in het Engels vermoordje, kleine schatjes. Want jij bent er zo lang mee bezig geweest. Je hebt er zo je best op gedaan. Je hebt allerlei vette dingen gemaakt. Maar waarschijnlijk kan er nog wel wat uit. Dit is het plaatje van de tekening van mijn zoon Chris, waar deze hele serie, trainingsserie op gebaseerd is. Die paarse lijn is hoe ik mijn animatie heb gepland. En dit is die uiteindelijke animatie. En. Um, ik even geluid uh, uitzetten. Daar en, en daar. Toen ik hem helemaal had gemaakt. In het begin zeg maar. Heb ik gewoon live beelden van mijn zoontje. Die uh, de tekening zeg maar uh, zo maakt. La la. En dan kom ik op het lumineuze idee. Om er een 3D animatie van te maken. En dan het tweede deel van de video is die animatie. Maar het hele punt is dat deze hele animatie in totaal. 6 minuten en 15 seconden duurde. En de, natuurlijk heb ik hem ook laten zien aan andere mensen die ze zeggen. Ja, leuk. Oh, super vet. Goed idee. Maar het is al een beetje lang. 6 minuten en 15 seconden kan je niet wat korter. En ja, dan, ja, dan moet je gewoon keihard knippen. In jouw darlings, in de toffe shots, de dingen die je hebt gemaakt, moet je gewoon keihard eruit knippen, Omdat het gewoon veel korter kan, maar daarmee je hetzelfde verhaal nog beter vertelt. Kijk, als ik ze allebei tegelijk afspeel. Kijk, de tweede versie was 3 minuten en 22 seconden. Dus ik in de eerste beelden. Ik heb heel veel log had om deze beelden te maken samen met mijn zoontje, om het in scène te zetten dat hij dat allemaal heeft getekend natuurlijk. Heeft hij ook het echt gedaan natuurlijk, maar ik heb het daarna natuurlijk nog een keer laten doen, want ik was er niet bij de eerste keer dat hij dat deed. <laughs> en hier moet je kijken, hier komt je papier al uit de, de kopieerapparaat en hier heb ik veel meer tijd genomen om de tekening zelf in beeld te laten komen, zodat je als kijker goed ziet wat voor een gekkigheid er eigenlijk allemaal in zit. Terwijl in de oorspronkelijke versie, ja, pff, gaat het allemaal veel en veel uh, trager. En ook uh, in de animatie uh, zelf zeg maar heb ik heel veel stukjes uh, geknipt, zoals bijvoorbeeld uh, bij nummertje 18 bij de Marshmallow Man. <laughs> uh, kijk, dit was het uh, oorspronkelijk. Zie je, dus die vrouw die gaat echt helemaal van links naar rechts door het beeld heen, en dit is het. Stinken ongeluk. Stukken. Wow. Hier, dus dat stukje halverwege heb ik er gewoon kaart uitgeknipt, want het is niet nodig. Het kan allemaal veel korter. Dus vraag iemand die je vertrouwt, laat hem er kijken, luister naar de feedback en ga heel erg knippen in datgene wat je gemaakt, zodat je hetzelfde verhaal korter en nog beter vertelt. En dan natuurlijk muziek en geluid. Maar pas op, ga niet zoveel overal uh, mp3'tjes uh, van het internet afplukken. Kijk uit op rechten. Niet elk geluidseffect of muziek kan je zomaar gebruiken. En waar kun je wel rechtenvrije en uh, goede muziek vinden? Die vind je bijvoorbeeld bij deze drie YouTube-studio BBC Sound Effects en Pixabay eventjes heel snel. Nou, YouTube ken je waarschijnlijk wel als je een YouTube-kanaal hebt. Hieronder vind je de audiobibliotheek en daarin kun je dus heel veel muziek en geluidseffecten vinden. Kijk eventjes bij licentietype check of je het echt kan gebruiken. Maar YouTube, audiobibliotheek, zeker weten. Wat dacht je van Pixabay? Je? denk je aan plaatjes, dan niet muziek. Maar je, zeker, je kan hier ook muziek en geluidseffecten vinden. Heel erg veel rechtenvrij, zover ik het kan zien. Check eventjes ook hier weer uh, de licentie daarvan. Maar... Uh... Best wel vette geluidsmuziekjes en effecten die je hier kan vinden. De derde is BBC Sound Effects. Ik weet niet of die heel erg bekend is, BBC, die Engelse zender, weet je wel. Maar hier bij de BBC Sound Effects kun je ook heel veel rechtenvrije geluiden vinden. En het toffe is, hier hebben ze ook een uh, mixer. En even kijken. Hier hebben ze ook een mixer. En als je die aanzet, dan kan je er uh, meerdere uh, geluidjes allemaal inzetten. En dan zeg je hier View Mix. En als ik dan play on, gaat ze dus allemaal tegelijk door elkaar afspelen. In Mimi kan jij je mix maken. Je hebt ook nog het volume een beetje aanpassen. En dan een record mix. En dan in plaats van wijze van vijf verschillende mp 3tjes te moeten downloaden en in je video editor zetten, kun je in één keer gewoon deze hele mix erin zetten. En dat is best wel heel erg handig. Dus YouTube Pixabay of BBC geluidsbibliotheek kun je al heel erg veel vinden. Maar hoe leuk is het om ze zelf te maken? Zul je denken: vet veel werk om al je eigen geluidseffecten te maken? Nou, met uh, deze DSP Action en DSP Motion gaat het veel makkelijker. Dit zijn een van de producten van de Tsugi, een soort Japanse website. Maar gelukkig hebben ze ook Engels, anders zou ik er geen kaas van maken natuurlijk. Maar ze hebben DSP Action, Motion, Anime, Fantasy, Sci-Fi en DSP Retro. En wat is daar nou zo vet aan? Je kan door ja, lijntjes te trekken je eigen geluidseffecten maken. Nou, ik ga nu het hele programma uitleggen. En het is echt. Het spreekt wel uh, aardig voor zich hoor. Kijk, ik heb hierboven dus allemaal uh, cracks, crash, digital explosions, dat soort dingen. En hier break, hit, move, scrape, start, stop en transform. Dus hier een aantal tabbladen. Hier een aantal soorten geluiden. En hier allerlei instellingen van die geluiden. Maar nu komt het. Zie je? Je kan met je muis een lijntje trekken. En dat maakt dus het geluid. Je hebt bijvoorbeeld ook digital en dan bijvoorbeeld hit. Nee, of punch en dan hit. Dat is leuk, hè? Hier. Zie je? Je kan dus... Uh, ja, nog een keer. Super vet, hè? Kijk, door het tekenen van het lijntje maak je dus je geluid. En nou, en ga maar eens dit geluid... Je kan wel een punch zoeken op internet. Dan krijg je uch, gewoon een punch. Misschien. Uch, uch, uch. Maar om... Precies iets te maken wat past bij animatie, dat is gewoon onwindbaar. En op deze manier kan je gewoon door het zetten van een, lijn, een geluidje, je eigen geluidjes maken. En op de dag hiervan, of uh, whiz, start, stop. Nou, de, dit, dit, de mogelijkheden zijn ontzettend eindeloos, omdat je dus hier boven al die geluidjes hebt, hier de tabbladen, zeg maar, en hier allerlei instellingen. Van uh, dat uh, geluidje kan ook random play doen, dan gaat hij een beetje deze instelling op een andere plek zetten. En dan krijg je met dat andere geluidje super, super vet. Wat ook kan, is dus je kan hem ook uh, synken met een video. Dus klik ik hier en dan ga ik eventjes hierop klikken. Zo, deze van High uh, Eat Mannetje. En dan eh, kijk, en dan even, even denken hoor, wat kan ik bijvoorbeeld doen? Uh, bodyfall. Kijk, ik zie wat er gebeurt. Op het moment dat ik een lijntje trek, gaat de video afspelen. En dan kun je dat dus precies timen met... Uh, kijk, bijvoorbeeld zo dat doe ik niet zoveel. Op het moment dat hij, dat hij hem opeet, zeg maar, dan uh, gooi ik dat geluidje erin. Nou, kijk, zo. Nou, een beetje gek misschien. Zou je zou het, uh, een ander geluidje moeten zoeken of zo. Of een crunch of wat dan ook. Nou, je snapt het idee. Je kan dus het tekenen van het lijntje zinken met de video. En heb je dus in één keer het juiste geluidseffectje te pakken in heel erg weinig tijd. Wat je kan doen, je kan ook het project zelf uh, opslaan om het later nog eens keer aan te passen. Maar als ik op render druk, dan rendert hij dat uh, video'tje, dat geluidje, dus als een mp3 in. Die kan je dus in je video editor gebruiken. En dus uh, ja, super. En dat was DSP Action, maar je hebt ook DSP Motion. We hadden net die van uh, water. Dus dan zou je bijvoorbeeld uh, pak ik die video er weer even weer bij. Bijvoorbeeld uh, water of zo hier. Nou, dan kun je op die manier dus uh, watergeluidjes uh, maken. Hier heb je air, fire, metal, paper, rubber, al dat soort dingen. En move, rotate, scale, appear, merge, transform. En hierbij control en. Uh, in dit geval bij water nog weer alle effecten. En zo heeft elk geluid weer zijn eigen effecten. Dus DSP Motion en DSP Action. Super vette tools om je geluidseffecten mee te maken. Kost een paar tientjes, maar het is echt super leuk om te doen. En het scheelt je ongelooflijk veel tijd. En met kleurcorrectie is natuurlijk ook van alles mogelijk, maar hey, het is heel belangrijk om even goed naar je kleuren te kijken, maar ga niet helemaal rare dingen doen, hou het een beetje subtiel. Nu even in het heel kort even de ultieme basis van de dingen die je zou kunnen doen, waar even moet checken. Bijvoorbeeld contrast, het is eigenlijk het verschil tussen licht en donker. Het is mooi als bepaalde delen in jouw frame, in jouw shot heel erg licht zijn en andere heel erg donker. Het verschil ertussen noem je contrast en dat kan je op verschillende manieren doen met een curve-effect, niveau-effect of uh, met uh, sliders. Kijk maar even in wat in jouw. Programma voor handen is. Wat dacht je van kleuren zelf? Kijk, een verzadigingsslider vind je overal wel. En dat wil eigenlijk zeggen hoe erg de kleuren uit je scherm poppen. Als ik hem helemaal uitzet, dan krijg je gewoon uh, grijswaarde, zwart-wit zeg maar. En als ik hem helemaal aan een andere kant zet, dan krijg je pijn in je ogen, want dan ploffen de kleuren helemaal je scherm. Uit. Het is vrij lelijk. Maar het is soms is het net lekker om die kleuren bam, een klein beetje meer punch te geven door ze te verzadigen. Nou, dat kan je doen voor de hoge lichten, de middenlichten en een laag licht. Dus en vuur natuurlijk heel veel licht en een laag is natuurlijk aan de schaduwen. Dus het hoef je niet voor je hele al je kleuren te doen, maar je kan je ook dus doen op basis van hoe helder het is of op basis van een bepaald kleurgebied. En dat bedoel ik met RGB. right Dan heb je ook nog iets als een uh, vignet en dat betekent dat je de, hoek, de, hoek, zo, de hoekjes iets donkerder maakt. En dat helpt zeg maar om jouw blik als het ware in het frame te trekken. Hier een beetje overdreven weergegeven, maar een vignette zou je eens mee kunnen spelen. En wat dacht je van ruis? En denk je, hoezo ruis? En ja, met renderen heb je geprobeerd om zo min mogelijk ruis te renderen. En lekker die samples hoog en noise eroverheen, lalala. Maar toch is dat soort ruis van je render een ander soort ruis. Als die een echte camera, en echte wereld produceert. En soms is het best wel vet om die ruis van een echte camera weer een beetje terug te brengen zodat jouw render niet zo computer gegenereerd lijkt, maar het lijkt alsof het met een echte camera gefilmd zou kunnen zijn. Nou, zo'n ruisplaatje kun je gewoon van Google trekken en het leg je in overlay eroverheen. en dan krijg je dus net een beetje dat korrelruiseffect wat echte camera's ook hebben. We dacht je van gloed? Natuurlijk heb je bij Eevee Bloom aangezet en bij Cycles kan je de glare noot in een compositor aanzetten. Daar heb ik niet echt uitgelegd in de video's in deze training. Daar moet ik echt een, keertje een extra videootje van maken. Dus dan leg je die gloed al vast in je render. Maar je kan ook in effect, in post, daar een keertje wat overheen gooien. Dat echt die felle delen eruit spatten. En als laatste, we dacht je van een Sunflare? Mijn animatie heeft een zon, of misschien heeft jouw animatie ook een zon. Of gewoon iets met vuur of heel erg licht. En echte camera's hebben allerlei lenzen. En al die lenzen creëren van die gekleurde ringen. Nou, um, het is wel leuk om dat, zeg maar, uh, dat effect eroverheen te leggen. Want dan krijg je weer een extra laagje realisme en leg je erin. Het velle gedeelte lijkt nog feller en het lijkt alsof het met een echte camera is gefilmd. En helemaal tof is het, want als die zon zeg maar zo beweegt, dan kun je ook animeren dat de basis van de sunflare effect ook mee animeert. En dat die kringen dus ook meebewegen. En dat geeft een leuk. Uh, effect. Maar wil je meer weten over kleurcorrectie over een bepaald programma, laat dan een reactie achter op de video over kleurcorrectie. Dat is uh, nummer 71 of deze video. En uh, nou ja, als er heel veel reacties binnenkomen van bijvoorbeeld dat je het wil weten in Resolve, die daar echt goed in is, een kleurcorrectie, wie weet maak ik dan die video. En dat was het weer voor deze laatste speedvideo nummer 2. 12. In hoog tempo, dus alles wat jij nog kan doen met je render: importeren, kleur bewerken, geluid en wat al niet meer. Dus ga ermee aan de slag en maak je animatie helemaal af. Vond je dit een toffe training? Um, steun mijn missie: iedereen digitaal creatief aan de slag zonder belemmering van taal en geld. Deze training kan jij gratis volgen. Um, ja, dat kunnen niet alle trainingen zeggen, want voor de meeste trainingen moet je gewoon een hoop geld neerleggen. Maar dat is niet hoe ik wil uh, werken. Dankjewel, Netwerk Film Educatie, die mede deze training mogelijk heeft gemaakt. Dus nogmaals, steun mijn missie. Hoe? Laat een reactie achter op deze video. Druk op die knop abonneren. Laat nog meer reacties achter. Druk op al die duimpjes en vertel het door. Zodat iedereen inblende vette dingen kan maken. Mijn naam is Bart Valkenier. Maak iets.